Pauline, ik was laatst in de Action en daar kwam ik een heel bijzonder apparaat tegen. Nou ja, heel bijzonder. Je kan in ieder geval je gezicht ermee schoonmaken. En dat was super cheap, dus die wilde ik graag gaan uitproberen. In deze video gaan we dan ook het apparaatje uitpakken en uitgebreid reviewen samen met jullie. Dus we zijn heel erg benieuwd. Maar voordat we dat gaan doen, willen we ook nog eventjes een hele leuke winactie met jullie delen. Van Swatch mochten we ieder een horloge uitzoeken. En misschien dat het merk wel je bekend voorkomt, want het is echt heel erg bekend. Het gaat ook al een tijdje mee. En ik heb deze uitgekozen. Dit is de Sukaina. Het model en ik vond deze gewoon echt super mooi. En dit model horloge heeft een rubberen witte band met een gouden klokje. En dat deed me wel heel erg denken aan die emoji met het wolkje en daarachter de zon. Dus ook al zijn er wolken, weet je wel, daarachter heb je de zon. Dus dat vond ik altijd wel een hele fijne en positieve gedachte. En ik heb het model Blue Boat gekozen. Ik vond hem echt super mooi, want hij is zilverkleurig, heeft mooie brede schakels en de plaat is donkerblauw. Het deed mij heel erg denken aan de emoji van een golvende zee, want die is ook donkerblauw. En als de zon er dan op schijnt, krijg je altijd een hele mooie zilverkleurige schittering. Dus dat deed me er heel erg aan denken. Allebei onze horloges komen uit de Traveler's Dream collectie. En dat is een collectie die vooral wat meer witte en donkerblauwe kleuren heeft. Een beetje die marine thema met ook wat zilver en goud. Twee andere nieuwe lentecollecties van Swatch zijn Time to Swatch. Dat is een hele mooie klassieke en kleurrijke collectie. En ook Mosaiki & More. Die is vooral heel erg speels en creatief. En ook heel erg kleurrijk. En ja, check zeker al deze collecties even uit. In de bio vind je linkjes naar de collecties. En de reden dat je daar even naar moet kijken is omdat wij één horloge mogen weggeven. Die je mag kiezen uit één van die drie collecties. Dus een superleuke winactie, want er staan heel veel mooie horloges in de collecties. En deze keer gaan we de winactie laten lopen via onze blog. En dat is fijn, want dat betekent dat je niet een openbaar social media account hoeft te hebben. Maar je moet wel een geldig e-mailadres hebben, zodat we je straks ook kunnen contacteren. Nou, wat je moet doen is eventjes naar het linkje in de beschrijving gaan. Die gaat direct naar het bijbehorende artikel bij deze video. En daarin vind je alles nog wat je moet doen om kans te kunnen maken. En wat je moet doen is het onder andere een comment achterlaten onderin het artikel. Nou, ik zou zeker meedoen, want de horloges zijn echt super mooi. En we wensen je heel veel succes. En dan gaan we nu verder met de rest van deze video. Nou, ik liep dus weer in de Action rond en ik was bij de beautyafdeling aan het rondkijken. En daar zag ik in één keer deze staan. Dit is een facial cleansing set. Nou, we kennen dit soort borstels al wel. We hebben er al meerdere geprobeerd die ook allemaal heel goed zijn. En we hebben eigenlijk ook verschillende prijsklasses gehad. Dus echt een paar tientjes, nog een paar tientjes. En je hebt ze ook nog van nog wat duurder. En die zijn echt helemaal top. En ik vind het sowieso ook wel heel erg fijn om natuurlijk je gezicht gewoon goed te reinigen voordat je naar bed gaat. Maar het kan ook wel een stuk goedkoper blijkbaar. Want Larissa vond deze voor de prijs van €3,95. Ah, sorry. Ik bedoel eigenlijk €4,95. Dat is toch geen geld? Het is zo cheap dat ik iets had van wow. Ja, gaat het werken? Doet deze het überhaupt? Is die ongeveer vergelijkbaar met de bekende borstels die op de markt staan? Ja, en hij ziet er in eerste instantie al echt geweldig uit. De verpakking is heel erg leuk met het roze en dat blauw. En je krijgt er ook nog een speciale lotion bij. Nou, we gaan hem even openmaken. En ik kan alles eruit schuiven. En hierin vind ik twee dingen. Een etuietje, een bewaar etui van kunststof. En dit is de Facial Cleansing Lotion Gentle Formula. Soft and refreshed. Nou, waarschijnlijk kan je wel gewoon elke andere face wash gebruiken. Maar het is wel heel erg fijn dat hij er al bij zit. Dan ben je gewoon meteen klaar. En hierin zitten dus twee van die borsteltjes die echt heel zacht aanvoelen. En het apparaatje zelf, die is ook heel erg klein. Ja, dus dat is heel erg handig. Pas op reis. Ja, voor op reis. Pas waarschijnlijk gewoon wel in je toilettas. Dus zo op eerste gezicht voelt hij ook heel erg lekker in de hand. Het ziet echt heel goed uit. Ja, die borsteltjes voelen ook goed aan. En er zitten dus twee zachte borsteltjes bij en één rubberen massageborstel die je over je gezicht kan halen om je gezicht een beetje een oppepper te geven. Als je iets hebt van wat is het dan voor borstel, ik ga het nog eventjes voorlezen van de doos. Je kan hem gebruiken voor grondig reinigen, een peeling, een milde massage en het opfrissen van de huid. Klinkt heel erg gaaf. Het enige wat er niet bij zit zijn twee batterijtjes. Dat zijn gewoon AA batterijtjes. Die moet je nog even zelf erin doen. En ja, die dan ben je klaar. Yes. Nou, hij lijkt het te doen toch? Even deze erop zetten. Hij doet het! Nou, het gebruiken van zo'n borstel vinden wij heel erg chill om in de douche te doen. Dan hoef je namelijk niet eerst je gezicht te reinigen met watjes en lotion en dat soort dingen. Dan stap je gewoon onder de douche, stop je hier wat face wash op. En dan schuim je het even op en dan haal je gewoon alles eraf. Ja, het enige is, ik kan niet duidelijk hierna opzien of die ook echt onder water, dus onder de douche gebruikt mag worden.
Ja, maar dat is even iets wat we dan... Trial and error, denk ik. Maar goed, in deze video gaan wij niet jullie meenemen de douche in. Maar we hebben wel een bak met water. Dus we gaan gewoon even lekker hier zitten en kijken hoe goed hij werkt. Nou, ik heb nu echt nog een vol gezicht met make-up. Maar je kan deze natuurlijk ook gewoon gebruiken als je al wel alle make-up eraf hebt gehaald. En als je gewoon ervoor wilt zorgen dat alles grondig gereinigd is. Maar ik dacht, we gaan het gewoon extra lastig maken. Dus ik heb nog alles erop zitten, foundation en wat dan ook. Ik ga eerst even mijn gezicht wat nat maken. En ik breng dan wat lotion aan op mijn gezicht. Het is gewoon een klein dotje en dat ga ik dan een beetje op mijn gezicht al aanbrengen. Oeh, wow, het is super jellig. Oké. Ik heb wel iets meer gebruikt dan misschien nodig. Een dotje? Huh? Oh. Dit is echt een hele rare substantie. Ja, dit is echt wel heel slijmerig. En ik wil eigenlijk gewoon... Nu kunnen we wel beginnen, maar mijn hele handen zit gewoon onder. Deze lotion best wel vreemd. Ik ga het even afvegen en het zit ook echt in mijn mond. Ik maak even een klein beetje de borstel nat. En nou, we gaan beginnen. Mijn handen zijn heel glibberig. Ik voel de borstels wel goed. Wel, oh, als ik iets harder druk op mijn gezicht, wat misschien niet echt nodig is, dan merk je wel gelijk dat hij wat zachter gaat. Kijk. Maar ik voel die haartjes sowieso wel. Ik voel echt wel een soort van... mini-scrub is en ik heb allemaal zeep in mijn mond. Wenkbrauw! Nou, het borstel is best wel wat bruiner geworden, dus ik ga hem eventjes afspoelen. Oh ja, zoals je kunt zien, komt er wel wat vanaf, maar je kan hem ook gewoon aanzetten, uiteraard. En zo. Oh ja, dan is die weer een stuk witter. Ik weet niet of ik nou alles heb gedaan, maar ik ben al wel zo goed als make-uploos. Nou, ik ben ook even aan de beurt. Dus eerst even de. En mijn gezicht nat. En ik maak het borsteltje even nat. En in plaats van dat ik de gel over mijn gezicht heen doe, dan doe ik het op het borsteltje. Dus een iets andere manier dan Larissa deed. En dan gebruik je ook iets minder, denk ik. Dus even kijken of dat ook goed gaat. En je moet dus wel je ogen ontwijken. Dus we doen alleen het gezicht. Deze borstel heeft twee standen. En die eerste stand is dus zachtjes. Voelt inderdaad wel heel mild. Nou, het voelt wel heel goed aan eigenlijk. Ik loop hem heel veel een klein beetje op te schuimen. Maar volgens mij werkt het best wel goed om hem alleen maar op de borstel te doen. Tot nu toe vind ik standje 1, die de lichtste is, best wel aan de ene kant mild. Maar ik voel wel een klein beetje dat ik hem gebruikt heb. Dus als je een hele gevoelige huid hebt, dan is het misschien wel een beetje heftig. Mijn wenkbrauw verwijderen nu. Dus nu ga ik even, wow, mijn wenkbrauw. Standje 2 proberen. Voor je diep reinigende cleanse. En Larissa en ik lazen net op de verpakking dat we 20 seconden op voorhoofd, neus en kin mochten zitten. En 10 seconden op elke wang. Dus ik denk dat ik al klaar ben. Oh. Dat was mijn haar. Die zit er helemaal tussen. Nou ja, je moet ook eigenlijk gewoon je haar even vastzetten in een clip of met een elastiekje. En dan word je niet gescalpeerd. Dit is hoe vies ze er nu uitziet, dus allemaal foundation en make-up. We zijn nu klaar met reinigen, dan gaan we nu nog eventjes de massagekop proberen. We gaan eventjes dus de borstel wisselen. Het gaat wel heel erg makkelijk om die eraf te halen. En ik heb volgens mij gewoon nog een klein beetje product die op zit, dus ik ga deze alleen even nat maken. En ben ik heel benieuwd hoe deze aanvoelt, want dit zou dus de massage moeten zijn. Oh, ja, voelt lekker. Maar ik weet eigenlijk, dit is zeg maar wel vergelijkbaar. Ik snap niet precies hoeveel waarom deze echt meer massage is. Maar met deze van rubber, dat is in die andere, zo'n kunststof wel, borstels. Ja, je voelt wel iets verschil. Ik vind deze misschien lekkerder dan die met de kwastjes. Voel maar. Ja, maak hem eerst even schoon. Ik vind deze inderdaad wat zachter. Ja, en hij prikt iets minder als die andere met de haarsjes, denk ik. Wat ik eigenlijk niet had verwacht, want meestal bij een massageborstel dan is het, lijkt het wat, ja, hoort het volgens mij wat heftiger te zijn, maar ik vind deze wel heel erg lekker aanvoelen. Ja, het voelt wel goed. Oeh, er zit wel hij wat... Hij is aardig ranzig ook. We zijn weer terug met gewassen gezichtjes en het voelt echt mega heel zacht. Heel zacht. Het voelt heel glad. Het is natuurlijk ook helemaal gescrubbed, maar dat voel je wel echt goed, ja. Ja. En mijn wangen tintelen wel een klein beetje, omdat ze toch misschien ben ik iets te lang met die borstel eroverheen gegaan. Ja, ik heb het ook een beetje. Alleen een beetje hier. Maar we willen natuurlijk ook even kijken of ons gezicht wel schoon genoeg is geworden. Dus ik heb hier een watje. En daar gaan we wat reinigingslotion op doen. Even kijken of het wel echt helemaal schoon is en gecleansed. Ik heb er wel een beetje vuil op, maar niet echt veel. Eigenlijk is het praktisch gewoon schoon.
Ik moet zeggen dat ik echt inderdaad ook heel verbaasd ben. Zoals je kan zien zijn deze watjes echt best wel schoon nog, vind ik. Ik denk dat het wel het watje heel goed zijn werk heeft gedaan. Ja, want dit kan ook nog eens de kleur zijn van de olie ongeveer. Dus ik denk dat het wel echt heel goed zijn werk heeft gedaan. Nou, ons eindoordeel over dit product is echt een dikke vette duim omhoog. Het is echt een goed product. Winterkerk doet echt super goed zijn werk. Klein beetje gevoelig op de wangen, maar ik heb sowieso gevoelige huid rondom mijn wangen. Dus misschien dat het daaraan ligt. Ja, dus dat zou... Ik heb het inderdaad ook. Dus je zou dan het product bijvoorbeeld alleen op de T-zone kunnen gebruiken. Want daar is het vaak bij mij ook wat onzuiverder, zoals je kan zien. En dan kan je bijvoorbeeld dus de wangen mijden of heel snel eroverheen gaan. Ja. En het enige wat je dus dan nog moet reinigen zijn je ogen. Maar dat kan je dan natuurlijk gewoon doen met een olie of iets dergelijks wat je nodig hebt. En voor de rest kan je dus de grondige reiniging doen. Ik weet niet hoe vaak per week. 1 of 2 keer in de week, zoiets. Ja, precies. Ik denk dat het voor iedereen een beetje afhangt of je dagelijks of niet dagelijks kan gebruiken. Moet je zelf een beetje voelen of je huid dat aan kan. En als je hele ontstoken huid hebt of acne, dan kan je dit product beter ook niet gebruiken. En dat wordt ook op de verpakking gezegd. Maar verder, ja, ik ben echt wel heel erg over te spreken. Het voelt super zacht. Het voelt echt heel goed en heel lekker schoon aan. Het is echt heerlijk om na een hele dag op stap te zijn geweest. Dat je dan even helemaal alles eraf kan krijgen in 1 keer dus ook nog. Oh ja, we zaten nog te denken van, is dit nou waterproof of niet? Maar aan het klepje te zien van de batterijen, het ziet er niet echt waterproof uit. Dus we hebben hem toch eventjes niet onder water gedaan. Dat is een beetje zonde. Want ik denk wel echt zeker dat je batterijen dan nat gaan worden. En dan gaat alles verroesten daarbinnen en zo. Ja, dus misschien dat als je het onder de douche gebruikt, dat je dan even uit de douche moet stappen. En dat je hem daarna ook niet in je badkamer legt waar het vochtig is. En dan werkt het. Of gewoon bij je wasbak gebruiken. De Essential Facial Cleansing Set is momenteel te koop bij Action. Ik heb hem echt een paar dagen geleden gehaald. Dus als het goed is, ligt hij gewoon nog in de schappen. En zoals we al zeiden, wij raden hem zeker aan om hem te gaan halen. En wij zijn ook heel erg benieuwd naar hoe jullie je gezicht momenteel reinigen. Gebruik je bijvoorbeeld make-up remover, wipes, doekjes of van die watjes? Of gebruik je een lotion, een melk, een olie, wat dan ook? Laat het even weten in de comments, we zijn heel erg benieuwd. Laat het ook zeker weten als je al zo'n borstel gebruikt. Nou, geef deze video zeker een duimpje omhoog als je dit budget review weer leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En vergeet ook zeker niet mee te doen aan de winactie van Swatch. Want dat is ook echt een hele leuke prijs. En we wensen je een fijne dag en tot de volgende keer. Doei! Doei.